zullen nu de volksliederen worden gespeeld en de vlaggen gehesen van de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden. Als teken van de samenwerking tussen onze landen worden beide vlaggen gehesen door een Surinaamse en een Nederlandse militair. Een jungle training in Suriname is meer dan alleen werken aan onze jungle vaardigheden. Het draagt bij aan het versterken van de relatie tussen Suriname en Nederland. Onze landen hebben een lange en bewogen historie. We zijn maatschappelijk diep met elkaar verbonden. In april 2021 tekende u, mevrouw Matura, samen met uw Nederlandse collega mevrouw Bijleveld, een intentieverklaring waarin het verlangen werd bezegeld naar een hernieuwde samenwerking tussen de beide defensieorganisaties op basis van gelijkwaardigheid, zakelijkheid, wederzijds vertrouwen en respect. Deze intentieverklaring krijgt sindsdien op vele vlakken invulling. De militaire jungletrainingen zijn in deze hernieuwde samenwerking daarbij met uitstek het meest prominent, gezien de grote aanwezigheid van bijna 300 Nederlandse militairen. Wederzijdse steun aan elkaars gereedstelling via deelname en daarmee kennisdeling van delen van het Surinaams Nationaal Leger aan de trainingen. Te weten 6 paks SNL deelname aan de reguliere jungle trainingen. Zij staan hier aangetreden, gereed om te starten. 2 keer bootgroepen van 16 paks die al gestart zijn met de Riverine training met de Nederlandse bootgroepen. 2 keer gevechtsgroepen van 18 paks die velen het leven zuur gaan maken als oefenvijand. 2 keer gevechtsgroepen van 18 paks specifiek van het Surinaams Korps Speciale Troepen. Wederzijdse kennisdeling op gebied van medische gezondheid in de jungle en genie. En natuurlijk ook het testen van nieuwe concepten zoals het gebruik van drones in een jungle-omgeving. En ik zeg specifiek het meervoud van trainingen, want in deze periode van begin maart tot eind mei zijn er in totaal 3 trainingen hier in Suriname. De Jungle Warfare Instructor Course, de Jungle Warfare Course en de Special Operations Forces Jungle Training, waar ongeveer 200 leden van het Korps Mariniers en Luchtmobiel, bijna 60 Surinaamse en 4 Amerikaanse militairen aan deelnemen. En natuurlijk ook 50 militairen die de training in al zijn facetten ondersteunen. Want alleen kom je ver, maar samen kom je uiteindelijk veel verder. Als Korps Mariniers zijn wij altijd op zoek naar uitdagingen en manieren om ons te verbeteren. Dat doen wij in het ijzige noorden, nabij de Noordpool, in de hoge bergen, in de droge woestijn en in de natte en dichte jungle. Conform de wapenspreuk qua patet orbis, zo wijd de wereld strekt. Dat is al jaren zo en zal ook nooit veranderen. Het idee hierachter is wanneer je onder
al deze extreme omstandigheden kan vechten, dan kan je het overal. De jungle is een zeer uitdagende omgeving. Het is nat, warm, beklemmend en vol gevaren als je geen kennis hebt van waar je leeft en waar je moet vechten. De omgeving vraagt fysiek veel van het individu. Communiceren met elkaar is moeilijk, want je bent elkaar snel kwijt. Bevoorrading is lastig. Rivieren zijn obstakels, maar ook belangrijke snelwegen in de jungle. En navigeren is op zijn zachtst gezegd uitdagend. Ik wil aan u allen, zoals u hier staat, om te starten met de jungle training opdragen om te leren van deze uitdaging. Ik vraag een fight mentaliteit van jullie. Ofwel, gebruik elke minuut, wees leergierig, stel vragen, daag elkaar uit en maak fouten. Fouten nu het kan. Want voor je het weet, wordt er een beroep gedaan op ons, waar ook ter wereld. En dan moeten we er gereed voor zijn. Zoals eerder aangegeven, is de waarde van deze trainingen groter dan de individuele en groepscapaciteit om te kunnen leven en vechten in de jungle. De relatie tussen Nederland en Suriname is van groot belang en we zijn dankbaar. Dankbaar dat we de kans hebben om hier te zijn en deze training in nauwe samenwerking met het Surinaamse ministerie van Defensie en het Surinaams Nationaal Leger te mogen organiseren. Het is aan ons allen, aan u zoals u hier staat aangetreden, de verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen dat we deze training op een professionele wijze, een veilige wijze en een respectvolle manier uitvoeren. Voor zowel Nederland als Suriname is het belangrijk dat het Surinaams Nationaal Leger gereed is voor zijn taken. Om die reden is in goed overleg tussen onze beide ministeries besloten dat waar mogelijk militair materieel dat bijdraagt aan de gereedstelling van het Surinaams Nationaal Leger aan Suriname wordt overgedragen. En om die reden zal aan het einde van de formele openingsceremonie een symbolische overdracht plaatsvinden van 7 viertonners. Er staat hier achter mij 1. Vrachtwagens, inclusief een systeem waardoor de vrachtwagens passagiers veilig kunnen vervoeren. Ook zijn er reservedelen en onderhoudspakketten meegeleverd. Ik kom tot een einde. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de gastvrijheid, voor de ondersteuning die we tot op heden hebben ontvangen van de Surinaamse autoriteiten en haar bevolking. Ik ben ervan overtuigd dat aan het einde van de 7 loodzware trainingsweken we kunnen spreken van een succes dat we als individu en als gevechtsgroepen en als brothers in arms gegroeid zijn door samen te werken en te presteren op het hoogste niveau. Ik wens u allen een succesvolle training toe en ik kijk uit naar de resultaten die we samen zullen bereiken. Dank u wel. Voor het jaar 2023 is een extra dimensie toegevoegd aan de militaire jungle trainingen middels de deelname van 4 Amerikaanse militairen. Uiteraard zullen er ook Surinaamse militairen deelnemen aan de trainingen. Dit is een zuiver voorbeeld van wederzijds voordeel, omdat personeel van het Nationaal Leger in staat wordt gesteld om hun kennis over de jungle te delen met de Nederlandse en de Amerikaanse militair. In het verlengde hiervan bieden Nederlandse kameraden de mogelijkheid aan de Surinaamse participanten om onder meer hun gevechtsvaardigheden bij te stellen. We zullen over enkele minuten gezamenlijk de overdracht meemaken van een 7-tal viertonners en persoonlijke standaarduitrusting. Dames en heren, de samenwerking op defensiegebied met Nederland is van bijzondere importantie voor Suriname. Het draagt bij aan begrip en vertrouwen, aan capaciteitsversterking, aan veiligheid en stabiliteit. Door deze samenwerking zijn we beter voorbereid om de grote uitdagingen op het gebied van veiligheid tegemoet te treden. Wij waarderen de wil om samen te werken en zijn zeer erkentelijk voor de mooie resultaten die neergezet worden. Aanwezigen, ik wens ook dan als minister van Defensie mijn dank uit te spreken aan alle personen, alle betrokkenen in Suriname, in Nederland en ook de Amerikaanse collega's die vanaf de start van de voorbereidingen en eigenlijk vanaf de start, vanaf de ondertekening van de MOU heel veel werk hebben verzet om tot dit resultaat te komen. Heel hartelijk dank. Wij hebben de MOU ondertekend,
Maar het zijn onze mensen, medewerkers, die inhoud hieraan hebben gegeven en resultaten hebben neergezet voor beide landen. Nogmaals, bijzonder dank. Ik wens alle deelnemende militairen aan de training heel veel succes toe en spreek de hoop uit dat deze ervaring in de jungle van Suriname een onvergetelijke wordt. Het is een mooie gelegenheid om uw grenzen te verleggen. Uw fysieke grenzen, maar ook uw mentale grenzen. Het is dat u een betere versie van uzelf wordt. En het vraagt natuurlijk inzet van u en een open mind en willen leren. Ik wens u nogmaals een hele leerrijke periode toe, doorzettingsvermogen en succes. Laat het nogmaals een onvergetelijke ervaring worden en dat u terugbrengt naar Suriname. Dank u wel. Dames en heren, de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland is van historische, onschatbare waarde. En op elk beleidsgebied zijn de successen evident. Vanaf ons aantreden als nieuwe regering hebben we samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland onmiddellijk versterkt. En dat hebben we gedaan met een telefoongesprek tussen mij persoon en de premier van Nederland. Dat we de samenwerkingsrelatie gaan versterken, verbreden en verder uitdiepen naar alle sectoren van samenwerken en naar alle gebieden van samenwerken. Hier is een voorbeeld van een prachtige samenwerking op het niveau van defensie, gebaseerd op wederzijds respect, gebaseerd op vertrouwen, maar ook gebaseerd op vriendschap. Dat vandaag 3 legers aanwezig zijn van Suriname, van Nederland en van Amerika om gezamenlijk deel te nemen aan de jungle oefeningen. Allemaal gebaseerd op formele overeenkomsten en de meer bekende SOFA agreement wat goedgekeurd is door het parlement van ons land. Het leger van Nederland, het leger van Amerika is hier om samen met het Surinaamse leger te trainen, te oefenen, elkaar te ondersteunen, vertrouwen te creëren. Oorlogen worden tegenwoordig niet alleen gevoerd door 1 leger, maar collectief, waarbij goede understanding moet zijn, waarbij het moreel heel hoog moet zijn tussen de verschillende legers, de manschappen, maar ook dat er vaardigheden aangeleerd worden van elkaar, maar dat er ook een basis van vertrouwen gecreëerd wordt wat nodig is als we een collectieve strijd wensen te leveren tegen grensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken die uit verschillende segmenten kunnen bestaan. En ik ben bijzonder ingenomen met deze training en ik heb de overtuiging dat jullie na de training een basis gelegd zullen hebben voor verder versterking van de samenwerking tussen de beide legers, maar ook het Amerikaans leger. Maar ook dat er meer vertrouwen zal zijn. En dat zeker het Nederlands leger, Amerikaans leger, niet alleen wat kennis en vaardigheden meegenomen zullen hebben van hun collega's, Surinaamse collega's, maar dat u ook heel wat van de natuur, van de biodiversiteit, van de cultuur, ook zult meenemen. En een keertje, als u met verlof bent, met uw dierbaren terug kunt komen om verder te genieten van ons prachtig land, prachtige natuur, prachtig milieu, prachtig volk. Maar aan de andere kant, de Surinaamse militairen ook veel vaardigheden en kennis en professionaliteit zullen hebben opgebouwd uit deze training. Ik wens jullie allemaal een succesvolle trainingsperiode. Veel succes en God bless you all. Thank you. Overdracht vindt plaats door de commandant van het Korps Mariniers aan Hare Excellentie mevrouw Matura. Zij zal de sleutels daarna overdragen aan de bevelhebber van het Surinaams Nationaal Leger, kolonel Q. Assen.